Goedemiddag. Ik ben Sibbe, ensemblelid bij Company. En we zijn nu op weg naar een heel speciale repetitie. Een repetitie waarbij dat het hele orkest erbij zal zijn. Een sitstrobe. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Dag Lotte, wat doet de muziek van Company met jou? Of wat voel je daarbij bij de muziek van Company? Ja, de muziek van Company, ik vind dat waanzin. Ik word ontzettend getriggerd door de complexiteit van de muziek. Er zit heel veel verschillende betekenis in voor mij. Het is moeilijk om in een paar zinnetjes of wat dan ook te verwoorden, maar het is moeilijke muziek om gewoon vrijstaand te horen. Alhoewel, je hoort dat vaak van mensen, maar ik vind dat superleuk om ook gewoon zo naar te luisteren. Maar wanneer je de muziek ook in het geheel ziet, met de scène, het licht, dan wordt dat gewoon één geheel en dan klopt alles. Dus je moet eigenlijk die muziek ervaren als een geheel. Bracht, jij bent de zangcoach van de Company. Wat doet de muziek van Company met jou of wat voel je daarbij? Ik ben sowieso super fan van Sondheim. Dus ik vind dat die muziek gewoon heel goed bedacht is en heel goed past bij de inhoud vooral. In die zin dat het is ook heel erg een soort big band-achtige muziek. Vind ik heel tof, dus de stijl vind ik heel leuk. En ik vind het heel tof dat de muziek heel speelbaar is. Dus alles is aangepast op basis van wat er in het stuk gebeurt. Waardoor het soms een beetje raar klinkt of atonaal of vreemd. Maar dat vind ik dus wel heel leuk. De muziek zijn eigenlijk de scènes. Maar dan ben ik ook wel.